Waarom duik ik soms random? Dat doe ik heel vaak, hè, jongens. Ik weet niet of jullie dat ook merken, maar dan duik ik gewoon ergens random. Loop ik ergens heen, of dan duik ik ergens in. Waar ik helemaal niks meer op niks te zoeken heb. En dan denk ik gewoon van, nou ja, boeien, hè. Dat klopt niks uit. Ik wil even van dit af. Zo. Dus dit wordt zeg maar zo de crafting area. Dan komt hier allemaal dus furnaces en kisten en brewing stands en wat dan ook. Om die allemaal omheen te staan. En in het midden, oh nee, in het midden komen de furnaces trouwens. Dat ga ik wel zo houden nog. Wat ben je aan het dansen, hè? Wat ben je aan het dansen? Dit is dus een mooie muur naar de tuin. Dus een muur, of zeg nou een raam naar de tuin. Dan hebben we dat dus gehad. Even zien, ik weet niet meer wat, van wat ik dit nou had gemaakt. Volgens mij was het onderste nog... nee, ik weet het niet meer. Voor mij was dit wel gewoon wit. Dus maar dan ben ik zo even weg om te kijken van hoe alles nou precies is. En dan controleer ik even en dan ben ik zo meteen weer terug. Maar ik nog heel even snel dit doen. En dan ga ik eens kijken van of het klopt. En als het niet klopt, dan pas ik wat aan als ik terug ben. En als het wel klopt, dan ga ik kijken waar nou die binnenmuren moeten komen. Want er komen redelijk wat binnenmuren dit keer. Oh wacht, deze moest... ik weet niet meer wat dat moest zijn. Zo. Nou jongens, dit is als het goed is hoe het eerst moet zijn. De rest moet ik doen van glas. Ik weet niet of dit van... voor mij werd dit van dat donkere hout. Zo naar boven. En anders dan pas ik het aan, zoals ik al zei. Dit was voor mij ook nog donker. Omdat het gelijk liep met die andere kant. En aangezien dat ook donker was. Ja, klopt. Kijk zo. Mooi. En ja... dat is dan dat. Dus jongens, tot zo dan maar weer. Dan ga ik even kijken of alles klopt. Met het oude met prototype. En dan, als het klopt, dan ga ik kijken wat ik met de binnenmuur kan gaan doen. Dus ik ben weer zo terug. Oké, ik ben weer terug. En er waren kleine lichte foutjes dat ik dus had gemaakt in mijn ontwerp. De bodem, wat ik dus hier had gedaan, wat ik zei, ik ga het van dicht aan. Dat heb ik dus met half slabs gedaan. Want dat zit trouwens ook heel veel in mijn huis. Half slabs, echt heel veel. Vooral aan de buitenkant zitten veel half slabs. Dus kijken of ik daar de onderdelen voor nodig heb. Ja, ik heb dit en dan kan ik mooi even verkoeken in de tussentijd. Dus ja, gaan we nu even doen. Dit erin, hout, dit erin. Zit nog genoeg kool, mooi. Dit erin. Jou heb ik jou nog bij. Wat er ook bij. Zo, dan kan ik wel voorlopig genoeg half slabs mee maken. Maar wat heb ik dan nog voor de rest fout gedaan? Of... wat ik moest aanpassen. Dit moest blijkbaar helemaal geen ramen zijn. Dus dit wordt helemaal opgevuld. En dat klopt ook, want met ramen is het er iets te licht. Zo. Hier moest trouwens een blokje jou. Een blokje... nee, wacht, nee, andersom juist. Sorry. Dit moest allemaal van het donkerhout zijn nog. Een extra lijn. Wat even... sorry. Deze moest nog wit zijn. Dat was het, hè. En ja, dus op deze manier. En aan de andere kant dus ook. Deze moest nog wit zijn. Onderkant. Deze moesten trouwens alleen deze nog donker zijn. Dus het klopte voor de rest. Dus goed geheugen. En ik moest even kijken hoe het zat met deze. Want de ene kant moest 6 zijn en de andere kant moest 5 zijn. Ja, inderdaad, dat klopt dus ook niet. Deze moest toch eentje opzij. En voor de rest klopte alles. Dus dat betekent dat ik toch een redelijk goed geheugen heb van... kijk van, hoe zat het nou ook alweer? Zo. En dan gaan we nu werken aan de binnenmuren, jongens. Dus zoals ik al zei, de onderkant wordt wit. En de rest wordt allemaal donker. Dus 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zo. Ja, komt mooi uit. Deze moest donker zijn. Oplet nou jongens, want dit is echt hoe ik het al een hele tijd in mijn hoofd had zitten. Zo. Dus moet nog een paar laagjes hier bovenop dus, zoals je nu kan zien. En dan hebben we... wacht, nog een beetje... dat klopt, dan moeten we nog wat half shit hebben. Wat of half slaps is sterf natuurlijk. In plaats van even rennen met 4. Goed zo, Kingo, word geplaatst.
En dan zo, en dan zo. En dan hebben we hier de eerste doorgang van mijn huis. En dit is zeg maar het eerste kamergedeelte. Het eerste gedeelte. Eerste kamergedeelte. Dat is dus gewoon helemaal dit. De hele vloer wordt dan allemaal van dat hout. Van, dat doe ik nu gewoon nog even. I don't give a shit. Maar zo ziet het dus in het begin uit. En dit wordt gewoon een leuk chillhoekje. Met hier komt dus een bos, een dingetje bovenop. En dan hadden we nog wat, wat ik nog gewoon even ga maken, even snel. Dat is fucking chill. Heb ik het? Waar sta je? Daar sta je. Look at that shit. Mijn. Deed ik het dan. Zo. En dan komt hierboven kwam nog een fotoding. Maar ik weet trouwens niet van welke kleur ik deze muur dan had gemaakt. Want misschien klopt die dan juist helemaal niet meer. Maar nou, het wordt in ieder geval. Dit was een klein chillhoekje met allemaal van die bankjes. Dus heb ik nu snel gedaan. Ik denk dat het zo ongeveer was. Misschien komt omdat de vloer nog niet in orde is. Eerst even snel pitten voordat de Urmos begint te spannen. Slaapje doen. Dus ja jongens, saai hè? Degene die niet van bouwen houden, dan is dit enorm saai inderdaad. Dus mijn excuses daarvoor. Maar het moet, nou eenmaal. Let's play is gewoon ook bouwen. Dus dat doe ik nu. En ik ga niet het hele huis, wou ik echt niet gaan bouwen offscreen. Vond ik niks. Eten. Oké, ik kan trouwens niet al te lang meer filmen. Dat heb ik dus nu ook tegen mezelf gezegd. Ik had gezegd dat ik tot 2:30 kon filmen. En het is nu bijna 2:50. Oftewel, we gaan even snel deze vloer erin zetten. En dan wat gaan we doen? En dan even alle muren. En stomme zombie. Alle binnenmuren. En dan werk ik een klein stukje verder offscreen. En dan gaan we daarna weer verder. Ik hoop dat jullie dat ook zo goed vinden. Ja, echt maar een heel klein stukje. Nu, ik denk dat ik alleen de vloer erin ga leggen. En zand ga halen voor de glazen. Voor glas. Ik denk dat dat het enige is wat ik ga doen offline. Dus ik doe alleen een klein stukje vloer hier. De rest doe ik af wat. Ik doe het zo wel, de rest helemaal offscreen. Want de vloer inleggen, dat weten we wel hoe dat moet, hè, jongens. Dit wordt gewoon toch alleen maar dezelfde kleur. Misschien dat ik uiteindelijk wel weer een rood tapijt in ga leggen. Werk een beetje mee. Zo, dus de rest wordt het ook allemaal. Hup. Dit wordt dus allemaal glas. Hier komt dus een bosje. Hier komt een painting. Geen idee wat daar kwam. Dan heb je dus dit gehad. Dan het geruimte wat ik dus hierover heb gehouden. Hier komt mijn enchanting table. En met de vloer. Dat wou ik dus zo doen. Even kijken. Had ik nog. Yes. Nee, ik had die in de grond geduwd. Met 4 van deze. Wacht, die kan ik nu wel alvast gaan verplaatsen dan. Dat is wel leuk. Zo. Selfdush, werkt het dan? Werkt het? Laat het werken. Nee. Damn it. Nou, dan maak ik ze gewoon even allemaal kapot. Hout hebben we toch zat voorlopig. We moeten dan wel wat meer ladder gaan zoeken, denk ik, als we meer boeken willen. Want we moeten eigenlijk best wel boeken hebben, maar ook wel... beetje overdreven veel boek, of een overdreven veel boekkasten gebruiken. Even zoeken of ik nog wat ladder heb. Ik heb nog heel wat boeken meer. Mooi. Ja, oké. Zo. Zo, weer boekenkasten. Nog wat meer boekenkasten. Dat is alles wat ik kan maken. Jou. En dan hadden we nog 4 lampen nodig. Ik weet niet of ik ze nog ergens had staan. Ja, mooi. Precies 4. Mooi. Had ik nog ergens wel resten toevallig? Wauw. Alles komt als een geoliede machine naar me toe. Fantastisch. Er zijn er wel maar 3. Dus dat is jammer. Ik had nog eentje meer gewild. Oh, wauw. Wauw. Precies. Wat stond die nou? Oh, ook liefst? Nee, wacht. Ik ging het met jungle liefst doen. Dat ziet er mooier uit volgens mij. Ach wat. Je kunt het alvast gaan doen. En dan pakken we vast een painting van hier. Maar waar komen al dat dirt van? Oh, je doet van hier. Hoe kom ik opeens zoveel dirt? Explanation, please. Dus komt hier dus zo. Die mooie kleur. En dan kwam hier
Bijvoorbeeld hier een painting. Kom op. Dit doet altijd eventjes zijn paintings. Nee, geplast of verkeerd. Ah, kijk, mooi. Dus dan had hij dit zo ongeveer. En hier komt dan glas. Dus dat is zeg maar dan dit gedeelte van mijn huis. Is echt lekker chill, lekker zitten hier. Het is gewoon nice. Maar dat zijn een beetje decoratieve shit. Ja, wat ik dus ingedacht had voor dit. Ja, hup, hup, hup. Ik weet niet wat waar daar vandaan kwam. Ach, misschien is het wel iets heel geheims, wat ik gewoon helemaal nieuw is. Oh nee, voor mij was het gewoon van een ooit een huis dat ik lager had gebouwd, omdat ik per ongeluk te laag had dingen had neergezet daar. Jou heb ik nodig. Daar, daar, daar en daar. Dan hebben we jou nodig en jou nodig en ook jou. Dan komt jij daar, jij daar, jij daar en jou daar. Blok of quartz voor de andere. En dan komt hier omheen. Komt eigenlijk vier hoog uiteindelijk, maar dat is nu nog helemaal niet aan de orde. Komen hier boekenkasten. En dat wordt dus zo. Dus het wordt heel groot. Wacht, klopt dat? Ja, dat klopt. Ik kan even kijken van, oh wacht, doe ik het nou wel goed? Ja, ik doe het goed. Zo. En zo, dat wordt dan dus de room waar ik ga enchanten. Dus die is verplaatst. Mooi. Dus dat kan ik in principe daar al afbreken. Oké, we gaan nog wat meer half-slaps gaan we nu even wat plaatsen. Want daar kunnen we nu ook genoeg mee... kunnen we ook nog genoeg plaatsen of genoeg van maken. Wow. Sjoep, sjoep. Dat is hou ik af hier. Kan ik bij de kist? Kan ik naar bij de kist? Zo. Mooi. Nou, plaatsen dan die handel. Dus hier zo komen die shit. Trouwens, de buitenkant van het huis wordt ook nog helemaal aangepast. Want op deze plekken... Nou, laat ik even heel snel zien hoor. Dat wordt, ga ik er helemaal mee verder. Wat was het nou? Was het 4 hoog? Ik ben een beetje aan het... Van mij deed dit. Dan. Kom hier. Kom hier. Hier. Lekker bakken. 2 hoog. 2 hoog. 2 hoog. Zoiets. En er worden dus allemaal half slabs. En dan komt het hele huis komt zo helemaal rondom. En dat kwam daar dus. Overal. Ah, oh, shovel kapot. Mooi jongen toch. Wat erg. Volgende stack. We hebben echt veel nodig hoor van dit. Yo. Nou. We zijn al ver op het einde dan van deze sessie jongens. Dus alvast bedankt voor het kijken. Want ik durf te weten dat ik over minder dan 2 minuten of zo dat ik ga stoppen. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden hoe het huis, eruit ziet tot nu toe. En, hoe het er, en wat jullie denken. Ik weet niet of jullie al een idee hebben hoe het er ongeveer uitkomt te zien. Maar ja, het is een beetje nog een verrassing. Misschien dat ik even een sneak peek doe zo meteen even snel. Maar ik weet het niet zeker. Dus even een hele sneak peek van hoe ik dus ongeveer... Nee, ik ga het niet doen. Ik ga het niet doen jongens, sorry. Dat ik jullie misschien net even vast hoop heb gebracht. Ik ga het niet laten zien aan jullie hoe het eruit komt te zien. Dat is toch gewoon een volledige verrassing. Ik ga nog wat de binnenmuren doen. Even heel snel. Dus hopelijk maak ik daar ook geen fout in. Zoiets. En het wordt een enorme opening. Maar dan met enorm bedoel ik ook echt enorm. Tot en met... Wacht, wat is er ver was het ook weer? Ben even kijken. Want nu denken we van... Oké, hoe was het nou? Tot hoever deed dit? Nou ja, ik kijk het nog wel na jongens. Dus wat ga ik dus nu doen? Dus Oké. Nou jongens, bedankt voor het kijken. Dit was het voor deze keer. Ik ga dus nog even offscreen de vloer erin leggen. Tenminste, het grootste gedeelte van de vloer. Misschien die muur nog een klein beetje verder. En glas en zand halen en het erin zetten, het glas. Dus bye bye, tot de volgende keer. En have a nice freaking week, day, month, everything.